Hello, my name is Tauland Kadria and I'm from Slovenia. De 21-jarige Tauland Kadria loopt deze week stage bij de belofte van FC Groningen. De Sloveen is afkomstig van ND Gorica, de oude club van FC Groningen spits Tim Matafs, en kan spelen als verdedigende middenvelder en centraal in de verdediging. Het is een controlerende middenvelder, zit goed in de duels, heeft echt de balkanmentaliteit. Dus als hij in duel gaat, gaat hij ook echt vol in duel. Ja, dus wat dat gaat tot dusver positief. Wat voor indruk heb je verder van hem, ook persoonlijk? Nou, ik denk wel dat er een goede kop op zit. De jongen die weet met wat voor bedoeling hij hier komt. Nou ja, goed, we moeten het gaan afwachten hoe dat de rest van de week zich gaat ontwikkelen. Hoe ziet de rest van de week er voor hem uit? Morgen weer trainen, vrijdag trainen, zaterdag trainen. En dan moeten we eigenlijk beslissing nemen van wat we gaan doen. Of we nog verder met hem gaan of dat het voorlopig ophoudt. Als het aan Kadria ligt, houdt het na zaterdag nog niet op wat betreft FC Groningen. Are you try to get a contract with FC Groningen? Yes. So that is your goal? That's my goal. Hij is 21. Als je naar de beloftegroep kijkt, is dat, nou ja, ik wil zeggen redelijk oud. Maar uiteindelijk moet hij al heel kort eigenlijk een stap kunnen maken richting 1. Nou, is dat mogelijk? Zit dat in hem? Zien wij dat in hem zitten? Dus ja, dat zijn afwegingen die je dan moet gaan maken met elkaar. Will you see the game coming Sunday against Excelsior? I hope so. Okay. I hope so. So maybe in future we will see you here playing on this pitch. I hope so.